FC Eindhoven is de club van goeie volk. En de komende maanden duiken we dieper in de identiteit van de Blauw-Witte. In de eerste aflevering van Club van Goeie Verhalen nemen we een kijkje achter de schermen binnen de talentontwikkeling van FC Eindhoven. We zijn op bezoek bij onder 14, bij trainer Luc Bonnema en speler Sebastiaan Zwartkruis. Luc Bonnema, 32 jaar oud, inmiddels in bezit van de UEFA A, ook al VC4 genoemd. Daarnaast ben ik trainer bij FC Eindhoven van de onder 14 op het veld. En overdag, wanneer ik hier niet ben, ben ik podotherapeut in Eindhoven en in Zomer. Ik ben Sebastiaan Zwartkruis, ik kom uit Waalre. Ik ben 12 jaar. Ik zit al sinds onder 12 bij FC Eindhoven. Dus dat is nu mijn derde jaar. Mijn rol binnen de academie is jongens begeleiden richting een individuele top uiteraard. Dat kan middels trainingen en wedstrijden zijn. Voor mij zijn de succesfactoren om spelers hier te laten slagen bestaat uit een aantal onderdelen. Wat ik belangrijk vind is een stukje techniek, tactiek, maar ook mentaal. Zo proberen we ze mee te geven dat ze op verschillende manieren, op verschillende posities, altijd impact kunnen leveren. Daarnaast willen we natuurlijk goed gedrag zien. Dus een stukje mentaal, dus altijd, niet altijd, maar zoveel mogelijk willen leveren tijdens een wedstrijd. En dat koppelen aan het stukje tactiek, techniek natuurlijk. Om hopelijk stapgewijs het eerste helftal te halen. Stap voor stap groeien als speler, maar ook als mens. Hoe ervaren de spelers dit? Sebastiaan neemt je mee in een week vol school, trainingen en wedstrijden. Want voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven. Maar school minstens zo. We zitten op het Sint-Joris, waar ons rooster een beetje is aangepast aan onze trainingstijden. Waardoor we soms iets eerder weg kunnen, waardoor we op tijd op de training zijn. En voor mij gaat het gewoon goed, omdat ik voetbal heel leuk vind. En daar wil ik wel graag mijn tijd aan besteden. Maandag komen we van school gelijk naar de training. Dat is op dinsdag ook zo. Op woensdag kom ik niet gelijk uit school naar de training. En op woensdag hebben we de zaaltraining. Op donderdag hebben we dan wel weer, komen we wel weer vanuit school hier naartoe. En dan zaterdag hebben we een wedstrijd, een veldvoetbalwedstrijd. En dan één keer in de twee of drie weken hebben we dan nog een zaalwedstrijd. Zaalwedstrijd? De werelden van veld- en zaalvoetbal komen structureel samen in de opleiding van FC Eindhoven. Maar waarom dan eigenlijk? Op die manier proberen we zoveel mogelijk verschillende ondergronden ballen mee te nemen in het ontwikkelproces van het individu richting zaal of veld. Je ziet steeds meer andere clubs een vraag naar doen of oefenwedstrijden willen spelen bijvoorbeeld in de zaal of op het veld. Dus ik denk dat het zeker uniek is en zeker op het niveau dat wij doen. Ik denk dat de zaal voor mij als speler ook erg belangrijk is. Dat we leren op verschillende ondergronden spelen met verschillende ballen, dat helpt mij als speler wel. Ik denk motoriek en techniek dat het wel extra wordt, dat ik het extra kan laten trainen in de zaal. En ook kan laten zien dat ik mijn techniek daar tot zijn recht kan laten komen. Ja, ik hoop natuurlijk dat ik hier in het eerste kan komen, want daar heb ik me wel echt heel mooi van. Ik vind het echt een hele leuke club, dus dat is wel mijn droom. Waar Sebastiaan zijn dromen pas net zijn begonnen, heeft Jort deze deels al waargemaakt. Ik wilde hier op goal staan elke vrijdag. Simpel doel. Maar er horen wel tussendoelen bij, maar dat is het doel. Ik ben Jort Borgmans. Ik ben 21 jaar. Ik kom uit Valkenswaard. En dit is mijn 8e seizoen bij FC Eindhoven. FC Eindhoven is gewoon een tweede thuis voor mij. Ik ben hier elke dag. Het is echt een familie. Ik heb hier heel veel vrienden gemaakt, ook in de jeugd. Geniet elke dag hier. Het eerste moment dat ik met het eerste in aanraking kwam, was ik echt nog veruit de jongste, omdat ik een van de eerste was die naar het eerste elftal doorging vanuit de jeugd. Op Jay Ietses, Kai de Roy en Valentino Vermeulena, maar die zijn al een paar jaar ouder dan ik. Ja, sindsdien zat ik er echt volledig bij de selectie, ging dus ook mee naar wedstrijden. Dan doe je ook nog extra ervaring op. Je werkt ook met een keeperstrainer op topniveau. Je werkt met andere profkeepers, profspelers, oudere mensen. Daar leer je zoveel van op jonge leeftijd en daar ben ik hier heel dankbaar voor dat mij ook die kans hier is gegund. Ik zie FC Eindhoven wel als een club wat voor veel spelers als een doel is om een stap omhoog te maken. En dat is hier een mooie kans. Ook voor jongens uit de jeugd, die krijgen veel kansen. Jongens die ergens anders niet geslaagd zijn, die krijgen hier weer kansen. Dat vind ik wel heel mooi aan deze club. En ook dat het met de jeugd blijft werken. Dat de jeugd ook dan steeds groter wordt. De kans die voor Jort is geboden geldt voor iedereen binnen FC Eindhoven. Waar dagelijks aan ieder zijn ontwikkeling wordt gewerkt. Je probeert mensen te ontwikkelen op alle facetten. En uiteindelijk kijken we gewoon wie waar in uitblinkt.
En daar gaan we, daar ondersteunen ze altijd in. Mijn voorbeeldspelers zijn Frenkie de Jong, omdat hij heel dominant is en rustig aan de bal. En Trent Alexander-Arnold, omdat hij goede voorzet heeft en een hele goede techniek. Ja, ik hoop natuurlijk dat ik vanuit FC Eindhoven in het eerste ook nog misschien naar een nog grotere club kan gaan. FC Eindhoven helpt dus jongere talenten ontwikkelen om door te stromen naar het eerste of misschien zelfs nog naar een grotere club. Jort vertelt over zijn debuut bij FC Eindhoven. Mijn debuut kwam wel aardig vlug. Als derde doelman was ik in de winter, had ik de overstap gemaakt definitief naar de selectie. En in oktober, toen maakte ik mijn debuut al. Toen raakte de eerste doelman en de tweede allebei geblesseerd. En toen hoorde ik op de donderdag dus dat ik vrijdag zou gaan spelen. Ja, dat was wel voor de wedstrijd wel spanning. En natuurlijk heel mooi voor iedereen om me heen. Die gunde mij dat ook, gingen allemaal kijken voor de tv. Toen ik eenmaal het veld opliep, viel alle spanning van me af. En toen was het puur genieten. Met het talent van Sebastiaan en coaching van Luc kan je net zo ver komen als Jort. En zelfs misschien nog verder. FC Eindhoven helpt iedereen om zijn of haar doel te bereiken. Zo bouwen we samen aan talentontwikkeling en een club van groeivol.